Leuke jongen. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, dan laat jij papa in je klas zien. Ja, leuk. Dit was jouw klaslokaal. Hallo, hallo. Welkom weer in deze nieuwe... Vlog, ik ga naar de basisschool. En Lua gaat naar de basisschool. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Het is heel vroeg. Het is 7 uur. Voor ons is het heel vroeg. Kleine Lucilla is natuurlijk al lang wakker. Maar Luan die wordt net pas wakker en jij gaat vandaag naar de basisschool, hè? Heb je daar zin in? En mama en Lou gaan dan een zonnetje bijna schijnen. Ja, het is alleen een klein beetje bewolkt vandaag, maar het is al overdag. Ga mama zo jouw tasje inpakken voor schooltje. Een broodtrommeltje. Een broodtrommeltje mag je meenemen, Lu. Loesie. Een broodtrommeltje mag je meenemen. Hé, en een beker met drinken. En dan ga je spelen op schooltje. Op de echte basisschool. Heb je er een beetje zin in? Nee. Kom eens hier bij mama liggen. Ik heb nog niet een beetje zin. Mooi, maar zo gewoon zin, jongen. Mama! Nou, zullen we zo gaan aankleden? Zo. Mama! Nou, ook een hele goede morgen vanaf... Keetjes! Jonge dame kan zelfstandig trap lopen. Wat zo! Wauw, high five! Vind je het leuk om naar school te gaan? Ja, en hoe heet jouw juf? Juf Corrie, maar Lucilla mag niet mee. Nee, Lucilla mag niet mee, dus nog geen vier. Lucilla mag wel naar juf Alain. Ja, maar dat is niet vandaag, dat is een ander dagje. Vandaag is het maandag, Lucilla. Kok, kok. Geef broer maar een kus. Geef broer maar een kus, die gaat naar school. Hey papa. Dag. Doei. Veel plezier op school. Veel plezier op school. Nou, veel succes, grote vriend hoor. Zo. Succes, jongen. Hi, ik ben nog precies naar basisschooltje. En ik ga graag heel erg ver weg. Maar ik vind het niet een beetje zin in. Maar ik hoop dat het waarschijnlijk wel een beetje zin in. Maar kijk, zit nog mee? ik ben 4 jaar. Ik ga bijna naar basisschool toe. Kijk, die zonnetjes zijn nog niet. Schaapjes gaan nog slapen, maar ik ga bijna wakker. Die eentje is al aan het slapen. En die zou, oh, die zou wakker. Thuis. En jullie zagen het, hij had er wel heel erg veel zin in. Maar op het moment dat we in de klas kwamen, vond hij het toch wel een beetje spannend. En hij was natuurlijk niet de enige. Meerdere kindjes moesten huilen als hun mama en papa weggingen. Dus dat steekt natuurlijk ook weer een beetje aan. Maar gelukkig was het heel lieve juffrouw Anja die hem op schoot nam. En nou even zwaaien. En ik denk dat, nou, als het nog niet de deur uit was, dat het alweer wel weer goed was. Dus ik ben straks heel erg benieuwd naar zijn verhaal. Ik zit op de fiets samen met kleine Lucilla. Hallo. Want Luan is dus nu de allereerste keer naar school. En ik dacht, het is de eerste keer dat ik echt quality time alleen met Lucilla heb. Terwijl Luan op school zit. Dus we gaan lekker samen fietsen, hè?
Mau. Je hebt Mau mee. We gaan samen lekker naar de stad toe, hè? Dat is leuk, hè? Kom maar, dag, boot. Dag, boot. Gaan we lekker shoppen? Ja, gaan we lekker shoppen, hè? In de stad. Natuurlijk vergeten dat het maandag is. Dus de winkels zijn nog niet echt open. Het is even wachten, hè? Alles is nog dicht, Lucilla. Zie? Alle winkeltjes zijn dicht. H&M is pas om 1 uur open. Dat wordt het niet meer vandaag. Misschien kunnen we even naar de Action. Is dat leuk? Ja? Action is wel open, denk ik. Dan gaan we daar eens aan mijn dag halen. Dag. En hier is de Action. Gelukkig is de Action weer lopen. Ja. Ja. Kom maar. Gaantje. Zo. Een karretje. Beetjes erin. Gaan we. Zou je zeggen. Heb je nog geen knuffels? We zitten weer op de fiets. Terug naar huis, achter de tassen. Zullen we een knopje drukken? Kijk maar. Goed zo. Goed zo. Ja, we gaan te wachten. Het is rood. We wachten tot hij groen is, hè. Ik kon hier later ook nog heel even hier langs te gaan. Dus het is toch op de weg naar huis. Dus we gaan nog eventjes winkeltjes kijken. Ja. Het winkelcentrum. Misschien dat ze hier wel open zijn. Dag. Ja, kom maar. Dat is mooi, Lucilla. Kom vliegen. Er zijn de knopjes. Ja. Nou, hier zijn alle winkels ook nog dicht. Kijk. De bakker is nog wel open. Maar daar hoeven we niet heen. Tut tut. Ja, maar als jij een tut tut gaat spelen, ben ik dan een half uur kwijt. Lucilla, wat wel open is. De Hema. Kom maar, gaan we hier even kijken. Ja, zo. Ja, mooi hoor. Ja, is mooi. Ja. Ik vind het allemaal wel mooi. Het zijn make-upjes. Het zijn ma-make-upjes. Bijna thuis. Thuis. Thuis.
Nou, daar zijn mijn lieve prinsesjes dan weer. Hallo, welkom nou, thuis. Ik ben weer thuis en ik heb dus besloten meer shoplogs te maken van hetgene wat ik normaal gesproken koop. Ik laat het vaak een beetje vluchtig zien in vlogs, maar ik dacht, misschien vind ik het wel leuk om wat uitgebreider te zien wat ik koop en wat de reden is waarom ik dingen koop en wat het heeft gekost en dat soort dingetjes allemaal. Dus vandaar wat meer boodschappen shop, nee, niet boodschappen shoplogs, maar gewone shoplogs van wat ik koop. Deze video ga ik nu even opnemen. Ik heb het hier neergelegd en om 4 uur komt deze video als extra bonusvideo op dit kanaal online. Dus om 4 uur, nieuwe bonusvideo met een shoplog van de Action en de Hema. Daar ben ik geweest. Nou, super leuke shoplog geworden. Kleine Lucilla die zat naast mij. Hier ligt de rommel, ik ga even alles ophangen. En het is weer lunchtijd en ik had gisteren pannenkoekenbeslag gemaakt. Veel te veel. Dus we hebben het geluk, ik had het nog over, dus even goed schudden. En we kunnen lekker pannenkoeken smullen. En we zitten weer in de auto. We gaan boodschapjes doen. Nou, maar even de boodschapjes. Lucilla is een slaaf van. Moe van het bed. Haar power nap. Tot over een uur. Papa. Ja. Nou, even de boodschapjes. Luan crackers. Ja. Dat noemen we altijd de Luan crackers. De Luan crackers. Nou, onze lading van deze week. Het zijn wel een beetje meer houdbare reisdingen. We gaan morgen weer naar Zeugel. Vrijdag, zaterdag, zondag aan de boot. Hè? Dus vers is al tussen al bedorven. Dus vandaar, ik doe zo. Nou, en vanuit het werk al wandelchallengend Luan van Schotjalen. Grote jongen. Wat heb je nog gedaan? Maar ik heb niet alleen maar wel buiten. Wel buiten. Leuk, was het leuk? Oh, wauw, mooi stickertje. Waarom heb je een stickertje gekregen dan? Oma. Oh. Nou, daar heb je een licht. Nou, Luan, laat jij papa je klas zien? Ja, leuk. We zitten bij zo'n klaslokaal. Gaaf. Nou, we zijn weer lekker thuis. En, Luan? Ik heb verrassing van ja. Mij. Oh. Mama en Lucilla hebben wat voor jou gekocht. Omdat je zo goed op de basisschool de eerste dag hebt gedaan. Zo veel cadeautjes? Ja. Wat is dat? Dat is een nieuwe beker voor naar school. Helemaal alleen voor Luan. Met een klein kopje erbij. Oh, zo schattig. En dan moet je op dit knopje drukken. En dan komt daar het drinken uit. Dan kan je daar nog een bekertje doen. Heb jij dat wel, mama? Vind je dat leuk? Ja. Waarom mag ik niet afzien? Hoe ga je dat doen? Ja, dan moet ik, zal ik zo even drinken nemen. Goed? Oh, wauw. Gezellig. Dat is een nieuwe broodrommel. Kom maar, aan papa. Kijk, dat is grappig. Dat is een rommeltje. 1, 2, 3. In een trommeltje. Nog één. 3 trommeltjes. En een vestje, een pannenman. Dat is handig, hè? En met sleepjes. Zie ik mooi, hè, Lucilla. Waarom is dat zo? Ik heb niet veel doosjes dan. Ja, maar als je fruitjes meeneemt en zo. We zijn super trots op jou. Oh, echt mag goed ik gedaan. Bij deze. We zitten hier al op de slaapkamer van Luan. Dus we gaan zo meteen al lekker in bedje. En Luan, heb je een leuke dag gehad vandaag op school? Ja. Ja? Vond je het leuk bij je de basisschool. Ja, de basisschool. Hè? Ja. Echt waar. Echt waar, ja. Morgen hebben we weer een superleuke vlog, want dan gaan we naar Duinerel toe. Luan mocht van de juffrouw nog een dagje thuis blijven. Hij is net pas 4 geworden, dus hij is nog niet leerplichtig. Dus we mogen af en toe een rustdagje geven. En morgen gaan we lekker naar Duinerel met z'n 4'tjes. Gaan we lekker spelen en zwemmen, hè? Dus ook weer een superleuke vlog. Dus zeker ook weer kijken morgen. Vond je dit nou een leuke video? Ben je trots op Luan, zoals wij ook zijn, hoe hij zijn eerste school dag heeft gedaan. Doe dan de duimpjes omhoog. Tot de volgende video. Leuk je bij waren. Ik zie jullie morgen weer. Ik zie jullie morgen weer. Doeg. 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 Tot morgen. Opa. Doeg. Kijk. Gaan we muziek maken? Mooie samba ballen.